deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een nieuw merk uitproberen hier op Sharkademy. En vandaag is dat Kaya Cosmetics. Dus als je benieuwd bent waar dit merk vandaan komt, wat ik van de producten vind en hoe dat ik onder andere deze look gemaakt heb, dan moet je zeker even blijven kijken. Nou, eigenlijk kan je simpelweg zeggen dat ik ben geïnfluenced. Ik kom Kaya Cosmetics namelijk steeds vaker tegen op Instagram, op TikTok en ook onder andere bij een van mijn favoriete powervrouwen om te volgen, namelijk Vivian Horn. En Vivian had nog niet zo lang geleden een look op haar Instagram stories met Kaya Cosmetics en die producten zagen er zo mooi uit op haar huid dat ik dacht, ja, dit is toch echt wel een signaal dat ik hier echt een keer wat van moet gaan proberen. Dus ik ben flink op onderzoek uitgegaan. Wat zijn de bestsellers? Welk product moet ik absoluut gaan testen? Wat hebben ze überhaupt van dit merk? En ja, ik heb me echt ontzettend positief verbaasd over hoe groot dit merk inmiddels is. Hoeveel producten ze hebben en hoe positief iedereen er eigenlijk over is. Dus dat heeft mij doen besluiten om zelf een aantal producten te bestellen en deze video voor jullie te maken. En daar is dus deze look uitgekomen. Dus ik stel voor dat we lekker gaan beginnen. Met deze video en dat we gaan duiken in alle mooie producten van Kaya Cosmetics die ik in deze video aan je wil laten zien. Ik heb dus een bestelling geplaatst op de website van Kaya Cosmetics. Het heeft er ongeveer een weekje over gedaan voordat het hier binnenkwam, dus dat was allemaal super netjes. Verder ook geen extra kosten, invoerrechten of dat soort dingen, omdat het natuurlijk binnen Europa wordt verstuurd. Kaya Cosmetics heeft zowel make-up producten als skincare als haarproducten, dus het is best wel een aardig assortiment. Ik kon natuurlijk niet alles bestellen, dus ik heb een selectie gemaakt van een aantal producten en deze ga ik dus uitproberen. Ik ben heel erg benieuwd. Het allereerste product wat er in mijn mandje verdween, dat is deze foundation. Deze zag ik echt overal en bij iedereen voorbij komen met hele positieve reviews. Ik ben altijd op zoek naar een fijne foundation en het kan altijd beter. Dus ik dacht, ja, die wil ik graag proberen. Dit is de Kaya Cosmetics Dewy Drops Serum Foundation met vitamine E en glycerine extract. Ik ben altijd zelf heel erg te spreken over een wat meer dewy foundation. En met name een beetje een serum foundation, omdat die ook gewoon heel erg mooi glad op de huid zit. Dus ook met deze, ja, was ik heel erg benieuwd om deze te gaan proberen. Ik heb uiteindelijk gekozen voor kleur 20W. En ik denk op zich dat het wel een goede match is. Alleen ik denk dat die ietsje donkerder is dan wat ik op dit moment ben. Ja, ik ben niet op vakantie geweest nog, dus ik moet even wat extra zon pakken. Maar in ieder geval 20W is de kleur die ik heb gekozen. Het flesje is ook echt van glas, dus het ziet er kwalitatief echt heel erg mooi uit. De dop is tevens ook een pipetje. Dus het is echt wel een vloeibare foundation zoals je kan zien. Ik verwacht ook niet full coverage, maar ik ben juist heel erg benieuwd hoe die de huid zeg maar wat egaler gaat maken. Dus die ga ik zo meteen aanbrengen. Ze hebben uiteraard ook primers in het assortiment. Ik gebruik in ieder geval de Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base. En ik ga hem voornamelijk op mijn wangen aanbrengen, omdat ik daar net even een iets drogere huid heb. Er staat verder ook nog op de foundation wat hij belooft. Dat is: this hybrid foundation is boosted with skincare actives such as vitamin E and glycerin for moisturizing and antioxidant properties. The formula seamlessly blends and blurs your skin for dewy with velvety natural finish. Ik vind het briljant dat het ook gewoon op de foundation staat. Want ja, ik weet niet hoe het jullie zit, maar foundation verpakkingen gooi ik eigenlijk weg. Dus dat is echt top, maar het klinkt ook echt heel erg goed. Dus ja, ik heb best wel hele hoge verwachtingen van deze foundation. En ook nog even de prijzen erbij. Deze foundation is €33. Dat is best wel gewoon een gemiddelde high-end foundation. Dus de prijs is best wel gewoon aantrekkelijk. Nu gaan we het natuurlijk proberen. En ja, ik zei het net al 10 keer. Ik ben heel benieuwd. Je kan het natuurlijk op 2 manieren aanbrengen. Ik ga eerst proberen zoals iedereen het op TikTok deed. Om het gewoon zo aan te brengen. Als je niet al te klunzig bent, dan moet dat kunnen. Maar anders kan je het natuurlijk ook eerst op je hand doen en vanaf je hand aanbrengen. Ik moet zeggen, ja, de kleur is iets donkerder als wat ik misschien normaliter graag had gewild. Maar ik denk dat ik er nog wel mee wegkom. Dus ik denk dat ik hem veel lichter had gepakt. Ook met het idee dat ik in oktober nog op vakantie ga. Dan had ik hem ook weer niet heel lang kunnen gebruiken. Dat vind ik ook best wel zonde. Ik zie al gelijk dat je echt niet zoveel nodig hebt van deze foundation. Dus ondanks dat hij niet echt full coverage is, is hij wel gewoon heel mooi egaal. En dewy is die zeker. Maar ik vind hem niet dewy op een oily, vervelende manier. Ik vind het juist eigenlijk heel mooi fris eruit zien. En dat is ook echt wel een beetje waar Kaya Cosmetics voor staat. Echt wel een beetje die minimalistische make-up looks. Maar wel echt met een hele mooie, ja, healthy glow. Als ik heel erg close-up in de spiegel kijk, dan zie ik zeker nog wel wat rode plekjes. Maar op de een of andere manier, ja, vind ik de foundation heel erg mooi blenden op de huid. Dus het valt bijna niet op en het is meer alsof mijn huid gewoon een beetje een boost heeft gekregen dan dat hij nu verstopt wordt, als het ware. En ja, dat soort foundations, daar word ik wel heel erg blij van. Dus ja, hij is iets te donker.
Dat kunnen we wel stellen. Ik denk met concealer duidelijk dat het minder zal opvallen. Maar je ziet het vooral een beetje aan mijn nek. Ik vind het op zich wel een mooie kleur. Ik vind hem ook niet te geel. Ik vind hem niet te roze. 20W is perfect voor mij eigenlijk. Alleen hij is net een tandje te donker. Ik heb ook niet per se het idee nu hij alweer even op zit dat hij verder nog oxideert. Dus ik denk dat dit wel echt gewoon de kleur is die hij is. En ja, hier word ik toch wel heel erg enthousiast van. Dus het eerste product valt in ieder geval alvast heel erg in de smaak. Nice, dan ga ik nu nog even verder met mijn concealer. Ik ga natuurlijk ook nog even afpoederen. En dan gaan we zo meteen verder met het volgende product. Zo, ik heb ondertussen even mijn concealer en mijn poeder opgedaan. Ik heb ook een beetje bronzer aangebracht. En dit is eigenlijk hoe ik de foundation zou combineren met mijn eigen producten. Je ziet dat hij een stuk minder dewy is. Ik heb bewust eigenlijk alleen even mijn T-zone afgepoederd. Hij is inderdaad een beetje aan de donkere kant. Maar ik moet zeggen dat ik het best wel heel erg mee vind vallen. En met de gedachte dat ik nog op vakantie ga, denk ik dat het best wel een hele goede kleurmatch is geweest. Op de een of andere manier vind ik deze foundation gewoon heel erg natuurlijk. Maar ondanks dat het afgepoederd is, valt dat dan niet op of zo. Dus het heeft echt een bepaald karakter om gewoon heel mooi rondom de huid te zitten. En dat vind ik best wel heel erg uniek. En ook al is het afgepoederd, is het niet droog. Het heeft nog steeds een bepaalde glowy natural skin look. En dat is waar ik heel erg van hou. Nou, dan hebben we nu natuurlijk wel behoefte aan een beetje kleur op de wangen. En dat kunnen we natuurlijk niet anders doen dan met een mooie blush. Kaya Cosmetics heeft verschillende opties daarin. Ik heb hier de Glow Blush. Ze hebben ook nog een matte blush. En er zijn ook nog blush sticks. De Glow Blush was degene die mij in ieder geval het meest opviel. En dan met name de kleur Pink Lemonade. Ja, sprak mij toch wel heel snel aan. Zit ook weer in een mooi roze doosje. Ik vind het doosje van de blush zelfs nog mooier. Die heeft echt een beetje dat milky, glowy roze eroverheen. Het is kwalitatief wederom ook echt een mooi product. En dit is hoe dat de blush eruit ziet. Zoals je ziet is het een vrij lichte kleur. Maar dat vond ik juist eigenlijk wel interessant. Omdat ik juist een beetje in die pastelli blushes vibe kom. Om nog meer een beetje dat sweet-achtige te benadrukken. Het is een glowy blush. Dus ik ben ook heel erg benieuwd. Ja, hoe glowy is die dan? En hebben we daar nog een highlighter bij nodig? En dit is dus de kleur Pink Lemonade. Volgens mij zijn er in totaal 4 kleuren verkrijgbaar. En voor deze blush heb ik €26 betaald. Ik ga voor een lekkere fluffy kwast. En dan ga ik gewoon eens even kijken hoeveel blush ik hiermee kan aanbrengen. Ondanks dat het een lichte blush is, vind ik hem wel mooi qua tint. Dus hij is eigenlijk gewoon ja, perfect voor een niet al te felle blushkleur. Dus dat hebben ze goed gedaan, want er zijn dus ook wat donkerdere kleuren verkrijgbaar. De blush heeft ook een mooie glow zoals je ziet. En ja, ik hou er juist wel van als blush van zichzelf iets glowier is, want het ziet er gewoon gelijk natuurlijker uit. En ja, wederom, ondanks dat het een poeder is, vind ik het gewoon heel erg mooi glad op de huid zitten. Waardoor het eigenlijk lijkt alsof het geen poeder is, maar gewoon ja, een mooi blos van nature. En dat zijn eigenlijk de blushes waar ik het meest blij van word. Zo, de blush is aangebracht en ja, ik moet zeggen, ik vind dit ook wel echt een heel mooi product. Ondanks dat hij wel vrij licht is, vind ik hem wel gewoon mooi subtiel. Ik zou misschien wel geneigd zijn om nog een kleur te kopen die dan net ietsje donkerder is. Maar het is natuurlijk altijd heel even kijken hoe werkt het op je huid. Ik vind wel dat hij er echt heel erg mooi op zit. Hij heeft een mooie glow, maar ook als je close-up gaat kijken, hij pakt geen droge plekjes zeg maar vast. Het is echt een hele zachte poeder. Ook weer wederom eigenlijk heel erg positief. Dit product heb ik onder andere eigenlijk op aanrader van Vivian Horn gekocht. Ik zag haar dit product gebruiken en ik werd eigenlijk gelijk enthousiast. Ondanks dat ik helemaal niet zo fan ben van highlighter sticks. Want dit is namelijk een highlighter stick. Het is de Glow Stick. En die heb je volgens mij in 3 of 4 kleuren ook. En ik heb gekozen voor de kleur Pearl. Het is een heel klein ding van formaat. Maar dat is natuurlijk eigenlijk gewoon ideaal om ook mee te nemen. Er zit 5 milliliter in. Er zit ook heel netjes nog zo'n kapje op. Zodat het product ondertussen niet uitdroogt. En dan is dit hoe dat de stick eruit ziet. Ik zal mezelf even swatchen, want ik ben zelf ook wel benieuwd. Oeh, dat is echt heel zacht. Wauw, oké. Zo silky had ik het absoluut niet verwacht. Het is gewoon bijna poeder, joh. Oh, wauw, dit is wel echt heel erg mooi. Ik vind het niet een hele metallic, gewoon mooi, natuurlijk. En ik zou niet snel geneigd zijn om het zo aan te brengen met die stick. Maar nu ik weet dat het zo zacht is, nou, ik denk dat ik dat eigenlijk wel gewoon wil proberen. Hier, zelfs net nu gewoon wat ik op mijn hand heb. En dat was echt niet veel. Moet je kijken hoe mooi. Nou weet ik dat dit ook een van de bestsellers is. En ik begrijp nu al waarom. Deze formule is echt gewoon super zacht. Ik ga gewoon eens even kijken als ik het zo aanbreng. En normaal doe ik dat dus niet omdat het heel vaak de make-up eronder weghaalt. Maar nou, dat zie ik hier niet direct gebeuren. En ik ga met de warmte van mijn vinger ga ik dit dan gewoon blenden.
Ik heb het idee dat het een beetje zo'n cream to powder product is. En ondanks dat ik al afgepoederd heb, dat, ja, dat dit product er gewoon prima overheen aangebracht kan worden. Ik vind het wel echt een hele mooie glow, moet ik persoonlijk zeggen. Ik twijfelde ook een beetje of ik voor pearl of champagne wilde gaan. Dit is dezelfde kleur als die Vivian gebruikte. En ik denk dat Vivian zelfs nog een tandje meer bronzed is dan dat ik dat ben. Dus vandaar dat ik uiteindelijk voor pearl ben gegaan. En ik denk dat dat eigenlijk wel een hele goede keuze is geweest. Want ik denk dat champagne misschien iets meer medium skin beter had gepast. Ik ben wel echt heel erg onder de indruk van deze producten, zeg. Wauw, moet je kijken hoe smooth. Je ziet absoluut niet meer dat er een streep heeft gezeten. Het zit dus nog een beetje op mijn vinger. Dus ik doe een klein beetje nog over de brug van mijn neus. Ik vind het echt een hele mooie highlighter. En wat ik net al zei, ik hou niet echt van sticks. Maar deze is absoluut anders dan de andere. Hij is super zacht, heel mooi glowy, niet te metallic, blend heel fijn, makkelijk van formaat. Ja, ik kan al even doorgaan, maar heel impressive. Van deze was ik even de prijs vergeten. Sorry, deze is 22 euro. Dus ook deze vind ik goed betaalbaar voor de kwaliteit. Nou, we zijn natuurlijk al best wel lekker glowy, maar ja, daar mag nog wel een klein beetje extra glow bij die gewoon de hele dag blijft zitten. En ook het volgende product is absoluut een bestseller. Volgens mij zijn er in totaal 3 setting sprays. En That Dewy Look Glow Setting Spray is absoluut de meest populaire. Ook deze heb ik bijna bij iedere video die ik tegenkwam op TikTok van Kaya Cosmetics wel gezien. Dus ja, die moet ik natuurlijk ook proberen. Dit is niet hoe dat hij eruit ziet. Het is verder een plastic verpakking, maar het zit er wel gewoon ja, mooi en sleek uit. Dit is hoe dat de spray eruit ziet. En als het goed is, zou die best wel een fijne mist moeten hebben. Dus ik ga het gewoon ervaren. Ik ben benieuwd hoe glowy ik er zo meteen uitzie. Het ruikt best wel een beetje fris. Het is niet heel sterk geparfumeerd, maar het is wel net even een lekker geurtje of zo. Die van Milk, die ik normaal gesproken gebruik, die heeft niet echt een geur. Ja, dit ruikt wel lekker fris. Het is natuurlijk een setting spray, dus het is ook een product wat je voornamelijk natuurlijk gebruikt om make-up mooi te fixeren. Maar als we goed kijken, denk ik dat we wel zien dat de poeder net even ietsjes minder opvallend is op de huid, wat we graag zien. En dat ik toch net iets meer glowy ben als net. Het is subtiel. Ik denk dat ik dit product ook wat vaker moet gebruiken in mijn huidige routine. Om te kijken van, goh, wat maakt het grootste verschil? Maar op basis van de eerste indruk vind ik dit ook geen verkeerd product. Oké, dan heb ik er nog 3. Ik heb nog 2 lipsticks. Eigenlijk eentje voor mezelf en eentje voor mijn moeder. Want ik kon niet kiezen. En toen ik toch bezig was, toen zei mams in één keer, oh, dat is een mooie kleur. Dus ik heb er 2 gekocht. En ik heb ook nog een eyeliner of een potlood, moet ik eigenlijk zeggen, van de Kaya Cosmetics en MTV Collaboration. Ik denk dat ik eerst begin met een lipkleurtje, omdat ik er ook 2 heb. En dan ja, wil ik heel erg graag met deze afsluiten straks. Kaya Cosmetics heeft verschillende lipproducten, lippotloden, lipsticks. Ik heb een lipoil gezien, lipglosses gezien, liquid lipsticks gezien. En onder andere van de lipsticks zijn ook verschillende finishes. Ik heb hier de matte lipstick. En volgens mij noemen ze dit gewoon de normale lipstick. De matte lipstick heb ik eigenlijk besteld voor mams. Omdat die deze kleur gewoon heel erg mooi vond. Maar toen dacht ik, ja, dat is misschien wel leuk om deze dan ook even te laten zien. Dit is in ieder geval hoe dat de verpakking eruit ziet. Een hele mooie matte huls met een magnetische sluiting. Dus dat ziet er gewoon heel netjes uit. Dus ook weer op basis van de eerste indruk. Ja, verpakking heel erg mooi van kwaliteit, ook voor de prijs. Over de prijs gesproken, de lipsticks kosten 19 euro. En zowel de matte als de shimmery lipsticks komen in verschillende kleuren. Van de matte lipstick heb ik hier de kleur Eyes on Me. En deze ga ik nu aanbrengen. Ik ben heel benieuwd naar de finish. Ik heb nu even geen lipliner opgedaan, omdat ik deze er dadelijk weer af ga halen. Maar hij brengt in ieder geval makkelijk aan. Het is een beetje een bruine, peachy-achtige lipstick. Ik vind hem op zich niet eens zo verkeerd. Ik denk persoonlijk dat het net iets meer de kleur van mijn moeder is. Maar ik vond het leuk om hem even te proberen. Ik moet natuurlijk zometeen heel even de normale lipstick ervaren. Maar deze matte lipstick voelt in ieder geval fijn. Het voelt, ja, het is wel mat zoals je ziet. Maar het voelt absoluut niet droog. Het doet me een beetje denken aan de Powder Kiss lipsticks van MAC. Die zijn ook mat, maar die hebben een soort van fluwelen finish. Waardoor ze gewoon niet, ja, droog voelen op de lippen. Dus ja, dit vind ik qua matte lipstick ook een fijne finish. Ik vind deze qua matte finish ook, ja, heel erg fijn eigenlijk en comfortabel op de lippen. Ik denk dat het misschien ook wel een mooie kleur is om als blush te gebruiken. Dat zou ik een keer moeten proberen. Ik ben wel even benieuwd hoe kissproof is deze lipstick. Dus dat ga ik nog even testen. Het valt me niet tegen, maar zoals je ziet is hij niet transferproof, wat ik al een beetje had verwacht. Claimt hij overigens ook niet hoor, maar ik was gewoon heel even benieuwd, ja, hoe goed blijft hij zitten. Oké,
Oké, leuk. Nou, dit was in ieder geval vast een goed begin. Dan ga ik deze er even afhalen. Ga ik even mijn favoriete lip liner aanbrengen. En dan kom ik zo meteen terug met de andere lipstick. En dan nu de gewone lipstick formule. Dit is de kleur Lyric Lips. En deze heeft dus een glossy verpakking. Dus dit zijn de twee verschillende lipstick verpakkingen. Ik vind ze eigenlijk allebei mooi. Maar ik vind het ook nog eens heel slim dat één mat is en de ander glanzend. Want stel dat je er dus meerdere in je collectie hebt, kun je ze dus heel makkelijk uit elkaar halen. Het voelt ook allemaal best wel zwaar, best wel luxueus. Dus ik vind dat daar ook heel goed over nagedacht is. Nou, dit is dus de kleur. Hij is denk ik net ietsje donkerder, iets meer berry als wat ik had verwacht op de foto. Maar ik vind het denk ik wel een hele mooie kleur voor straks in de herfst. Je ziet ook echt dat het een wat meer moisturizing lipstick is. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe deze aanbrengt en natuurlijk ook naar de kleur. Ik blijf namelijk lipproducten met name heel lastig vinden om online te kopen. Omdat de lipswatches, het is toch echt bij iedere huidskleur weer heel erg anders, moet ik eerlijk bekennen. Maar op zich, ja, denk ik dat ik best wel een goede keuze heb gemaakt. Deze voelt echt heel zacht. Wauw. Het lijkt bijna gewoon een lippenbalsem. Ik ruik iets bekends en ik kan het even niet plaatsen. Het is, volgens mij is het geen vanille, is het nou chocola? Ik ruik iets in deze lipstick, maar ik kan even niet plaatsen wat ik ruik. Ik neem even mijn woorden terug wat ik net zei met herfstkleur. Want ik denk eigenlijk dat dit gewoon de perfecte everyday kleur is. Maar nu ik weet wat voor finish het heeft, lijkt de lipstick ook in de verpakking donkerder als dat hij op de lippen is. Het is wel absoluut dezelfde vibe als wat je in de huls ziet. Maar de lipstick is zo ontzettend zacht. Het, wat ik zeg, het voelt alsof ik gewoon lippenbalsem op mijn lippen heb. Het brengt heel smooth aan, het voelt fijn op de lippen. En ik vind de kleur ook echt... ja, best wel heel erg mooi. Ik ben heel erg verbaasd om te zien dat deze producten allemaal eigenlijk echt make-up producten zijn. Maar dat ze op de een of andere manier allemaal een bepaalde hele natuurlijke finish geven. Dus er is echt heel erg over nagedacht in de formules, in de finishes. Hoe dat zeg maar het meest natuurlijk tot z'n recht komt. En dat vind ik met deze lipstick echt fantastisch gelukt. Dus ik zou me niks verbazen dat dit een nieuwe favoriet gaat worden. Nou, dan zijn we eigenlijk alweer bijna klaar met deze look. Wat ik zei, ik heb nog één product en hier ben ik heel erg benieuwd naar. Het is dus een oogpotlood, maar met name de kleur sprak me heel erg aan. Deze collaboration met MTV is eigenlijk met name gericht op echt een beetje die 90s make-up van vroeger. En deze kleur vond ik echt waanzinnig, dus die moest ik hebben. Ik ben heel erg benieuwd naar de formule, naar de pigmentatie, maar voornamelijk natuurlijk ook naar de kleur op mijn huid. Dus hier ga ik zo meteen mijn eyeliner mee zetten. En dit is overigens de kleur Millennial en deze heeft een prijs van 19 euro. Het is een draaipotloodje, dus je kan hem zo omhoog draaien. Dus dat is heel erg handig. En hieronderop zit nog een kleine puntenslijper om hem weer wat puntiger te maken. Nou, ik ga heel even de basis van mijn oogmake-up vast doen. Ook even mijn wenkbrauwen. En dan kom ik zo terug om de eyeliner uit te proberen. Zo, ik heb een basic ooglookje gemaakt. Voornamelijk wat schaduwen, gewoon even een kleurtje op mijn ooglid. Zodat ik voornamelijk even de focus kan leggen op de eyeliner waar ik heel erg benieuwd naar ben. De kleur sprak me gewoon gelijk aan op de website. Hij heeft een mooi puntje. Ik heb gezien dat ze best wel gepigmenteerd zijn. Dus ik ben heel benieuwd of het fijn aanbrengt. Mijn idee is om er een beetje een wing mee te maken. Maar of dat ook gaat werken met zo'n potloodje, dat moet ik gewoon even ervaren. Maar als die fijn is, dan vind ik het wel echt een hele toffe kleur. Hij is zeker gepigmenteerd. Wat je wel ziet is, ik breng hem natuurlijk nu aan over een donkerdere kleur heen. Ja, dat is wel even een kwestie van opbouwen. Dat pakt hij niet gelijk goed, maar dat had ik op zich ook wel verwacht. Ik denk dat het ook nog wel leuk is om hem in mijn waterlijn aan te brengen. Omdat je daar natuurlijk helemaal een lichte basis hebt. Dus ik ben benieuwd hoe fel die dan is. Dat is absoluut de kleur die ik graag had willen zien. Dus in de waterlijn werkt hij sowieso echt fantastisch. Ik ga hier zometeen wel nog een beetje met een oogschaduw langs om hem iets te smoken. Anders vind ik het wel heel erg... licht, maar het is in ieder geval echt wel een mooi potloodje. Het is alleen gewoon over oogschaduw heen. Dat heb ik wel vaker met dit soort kleuren gehad. Is gewoon lastig. Maar hij is echt super smooth. Daar kan ik echt niks van zeggen. Het is absoluut een leuk potloodje. Ik denk alleen als ik naar mijn look kijk dat ik hem het mooist vind om in de waterlijn aan te brengen. Ik vind het wel een hele mooie kleur. Goed van pigment. En ik denk ook heel erg interessant voornamelijk met bruine ogen. Dus ook een heel gaaf product. Maar voornamelijk gewoon ook een leuk product. Om de look af te maken ga ik nog even mascara aanbrengen. En dan ben ik zo terug met de finale look. En dan gaan we kijken welke producten vind ik nou echt het allertofst. En zijn absoluut een aanrader.
Zo, dan is dit de uiteindelijke look. Dit is dus de grotendeels full face Kaya Cosmetics. En ja, ik denk dat het wel van mijn gezicht af te lezen is. Ik ben echt heel erg positief verrast over dit merk. Ik had al best wel hoge verwachtingen. Ik had er al heel veel goeds en positiefs over gezien en gelezen. Maar nu ik het zelf heb ervaren, ja, denk ik dat dit ook absoluut een merk is waar ik vaker iets van wil proberen. Ik heb voor deze video natuurlijk verschillende producten getest, voornamelijk een beetje de bestsellers. En daar ben ik in ieder geval heel erg over te spreken. Ik wil alle producten nog even stuk voor stuk langs gaan om nog even een laatste eindconclusie te geven. En ik begin natuurlijk met de foundation. Vooropgesteld begrijp ik volledig waarom dit zo'n populaire foundation is. Ik vind hem ook echt super mooi. Het enige wat ik me afvraag is hoe lang dat hij blijft zitten. Want zo'n dewy foundation heeft meestal de neiging wat minder langhoudend te zijn. Dus dat is iets wat ik de komende weken uitgebreid natuurlijk moet gaan testen. Maar overall ben ik in ieder geval heel erg positief over deze foundation. Het enige wat ik op deze foundation heb aan te merken is de kleur op dit moment. Maar zoals je kan zien, ja, is het nog best wel een goede match geworden. Hij is inderdaad een klein beetje te donker. Maar ik denk juist dat ik er alleen maar blij mee ben. Zodat ik deze de rest van de zomer kan blijven gebruiken. Het is echt een mooie foundation. Hij is niet extreem dekkend. Maar ja, hij blendt gewoon echt prachtig met de huid mee. Hij is lekker dewy zonder dat het heel erg oily is. Ik voel het eigenlijk bijna niet te zitten op mijn huid. Ja, ik ben hier gewoon heel erg van onder de indruk. Dus deze ga ik zeker vaker gebruiken en kan ik jou absoluut aanraden. Dan de blush. Ja, ik denk dat ik deze als enige liever een andere kleur had gekozen. Ik vind het op zich een mooie blush. Pink Lemonade is echt een leuke kleur. Alleen als ik heel eerlijk moet zeggen, zeker nu ook met die blauwe eyeliner erop, dan valt de blush een beetje weg. Dus zeker het idee met de zomer, denk ik dat dit een hele mooie blush is voor in de winter te gebruiken. Als ik weer wat lichter ben, zodat ik net even wat meer een flush heb. Maar in de zomer denk ik dat die toch net een tandje te licht is. Los daarvan vind ik het echt een prachtige blush. Hij gaf al een klein beetje die dewy look voordat de highlighter erop zat. De poeder blendt heel erg mooi op de huid. En is echt wel een glowy blush te noemen. Verpakking ziet er ook prachtig uit. Prijs-kwaliteitsverhouding vind ik ook goed. Dus ook hier ben ik over te spreken. Ik denk alleen wel dat mijn eerstvolgende bestelling een glow blush gaat bevatten met een donkerdere kleur. Ik geloof dat Wild Strawberry, even uit mijn hoofd, is volgens mij de bekendste kleur. En nu begrijp ik ook waarom. Die is net een tikje donkerder dan deze. Dit product heeft mij, denk ik, het meest verrast. Ik had op zich wel goede verwachtingen hierbij, anders had ik hem natuurlijk niet gekocht. Maar deze highlighter stick is echt een magisch wondertje. Dit product was zo ontzettend smooth en ik zie het nu ook gewoon op de huid. Ik heb een hele mooie glow op mijn huid die eruit ziet als een poeder, maar die een cream is. En een stick en het is heel makkelijk en klein van formaat. Ik ben er gewoon, zoals je merkt, echt een beetje van verbaasd. Kleur is ook heel erg mooi, dus ja, als je nog op zoek bent naar een mooie highlighter, dan kan ik in ieder geval de glow stick in de kleur Pearl absoluut aanraden. Zoals ik al vertelde tijdens het testen, deze setting spray lijkt op het eerste gezicht prettig. Ik vind het lastig om na één keer gebruiken hier nu iets over te zeggen. Ik vind in ieder geval dat het mooi op mijn huid zit. Alle poeders zijn mooi, zeg maar, wat smoother op de huid gaan zitten. Ik heb een mooie glow op mijn gezicht zonder alleen naar de highlighter te kijken. Dus het ziet er allemaal wel gewoon heel glowy uit. Wederom is het natuurlijk een setting spray, dus ook net als met de foundation moet ik kijken hoe deze na langere tijd uiteindelijk op de huid blijft zitten. Maar op het eerste oog ben ik ook hier enthousiast over. Dan de lipsticks. Ja, ik heb deze eigenlijk voornamelijk besteld omdat ik gewoon zoveel mogelijk een full face wilde hebben. Dus ik wilde sowieso iets van een lipproduct hebben. Maar hier ben ik echt heel positief over verrast. Deze lipsticks hebben echt een bepaalde vibe om zo ontzettend natuurlijk op de lippen te gaan. Zowel de matte lipstick als de shiny lipstick. Persoonlijk qua kleur vind ik deze absoluut het mooiste. Het was dus de kleur Lyric Lips. Het is echt een prachtige everyday kleur. En nu die er alweer even op zit, merk ik eigenlijk niet eens dat ik dat op mijn lippen heb. Het zit er gewoon echt super natuurlijk op. Alsof deze kleur gewoon van mezelf is. Alsof deze shine gewoon van mezelf is. Dus deze lipsticks hebben echt de eigenschap om er gewoon zo natuurlijk uit te zien. En daar ben ik best wel heel erg van onder de indruk. Dus ook dit smaakt zeker naar meer. Er zijn ook best wel wat kleuren van verkrijgbaar. Dus ik zou zeggen, ga zeker even een kijkje nemen bij de lipsticks. En als laatste natuurlijk de eyeliner. Het is een beetje een ander soort look geworden dan wat ik normaal gesproken draag. Dat komt mede door de eyeliner. Maar ik vind hem wel echt ontzettend leuk. Ik vind Millennial een hele mooie kleur. Met name dus voor in de waterlijn. En zoals je ziet lijken mijn ogen alleen nog maar bruiner geworden te zijn door deze look. Het is een mooi gepigmenteerd potloodje. Werkt makkelijk. Het is top dat ze er ook nog een slijpertje in hebben gedaan. Dus ook dit vind ik een heel leuk product. Volgens mij zijn er in totaal 3 kleuren van. En de andere kleuren zijn wat meer draagbaarder. Dus die zou ik ook zeker even gaan checken als ik jou was.
Zo, en dan waren dat al mijn eerste indrukken van Kaya Cosmetics. Nou, ik kan je in ieder geval vertellen, dit smaakt absoluut naar meer. Er waren nog een aantal producten waar ik ook benieuwd naar was. Met name de Glow Bronzer, het paletje van de MTV Collab. Dus ja, er zijn echt nog wel producten die ik graag zou willen proberen. Dus laat me zeker weten of je het leuk zou vinden om nog een vervolgvideo hiervan te zien. Of ook een aantal Kaya Cosmetics producten wil zien in een make-up testen video. Ik ben in ieder geval heel erg enthousiast over dit merk en heb echt weer een leuk nieuw merk ontdekt. Makkelijk verkrijgbaar, goede prijs-kwaliteitsverhouding. Dus ik ben blij. Maar ik ben natuurlijk ook heel benieuwd wat jij ervan vindt. Dus laat me dat zeker weten beneden in de reacties. Laat me ook weten of je Kaya Cosmetics al kende en of dat je er al eerder iets van hebt geprobeerd. Vond je het nou een leuke video? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd was op mijn kanaal, zou je mij heel erg een plezier doen door je te abonneren. En dat kun je doen door op de rode abonneerknop te rammen onder de video. En dan word je ook gezellig lid van de Shark Academy familie. Ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken en zie je graag volgende week zondag weer met een nieuwe video. Tot dan! Doei!